Ja, dit alles gaat over de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Daar hebben wij het ook deze ochtend weer over, naar aanleiding van het nieuws over Amalia. De verhalen gaan dat het uit dezelfde hoek komt. U kent dat dossier goed. Hoe aannemelijk is dat? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik sta zelf op een dodenlijst en word ook beveiligd 24/7 door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Het is natuurlijk best aannemelijk dat iemand die een kopstuk is van een grote drugsbende, dat die angst wil aanjagen. Hè? Dat is natuurlijk precies ook wat er gebeurd is bij de mensen die Peter R. de Vries uit het leven hebben geschoten. En dat gingen filmen en op sociale media gaan plaatsen. Dus die angst, dat is ook gewoon een beetje een betaalmiddel voor veel mensen die in de zware misdaad zitten. Omdat als je dan bijvoorbeeld zelf vastzit, of als er andere redenen zijn om ervoor te zorgen dat iedereen die voor jouw organisatie werkt in het gareel blijft, dan moet je laten zien dat je heel erg machtig bent en dat eigenlijk niemand veilig voor je is. Ja, en in dit geval is dat natuurlijk vreselijk. Amalia heeft hier niet voor gekozen. Hè, ondanks dat zij een erfopvolger is voor de troon. Professionals zoals ik hebben daar wel voor gekozen, dus wij moeten niet mekkeren. Maar ik vind het echt buiten alle orde. En ik hoop voor haar dat ze er zo snel mogelijk meer nieuws over krijgt. En wat de minister Dylan Jessekos zei over de veiligheidsdiensten, nou ja, dat kan ik beamen. Hè. Ik loop er elke dag mee en die zijn buitengewoon professioneel. We hebben echt in Nederland mensen, en dat zeg ik niet omdat ze mij beveiligen, maar die zeer hoog opgeleid zijn. Dank voor uw toelichting, advocaat Peter Schouten. Ja. Respect voor die beveiligingsmedewerkers, maar ook voor zo'n Peter Schouten. Ik bedoel, je kunt je niet voorstellen dat je 24/7 beveiligd moet worden en dan zegt, ik moet niet mekkeren. Nou ja, hij is wel een symbool voor de rechtsstaat, want advocaten zijn ongelooflijk belangrijk in ons systeem. En rechters ook. En officieren ook. En het is te bizar voor woorden dat de eerste slachtoffers ook in die hoek zijn gevallen. Ja, weet u, moord op Peter R. de Vries. Dit weer, journalisten. Dieptepunt na dieptepunt. Verderop in de uitzending gaan we hier absoluut nog over door.